was vandaag maandag en ik ben onderweg naar Amsterdam. Want ik heb daar zo'n event van Benefit. En het is echt een heel vroeg event, want ik ben om 8 uur opgestaan om gewoon op tijd daar te kunnen zijn. Het begint om 10 uur. Het is echt best wel vroeg, dus ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Had ik het nog over in mijn vlog van dat ik mijn outfit klaar moest leggen voor de volgende dag, zodat ik met een leuke outfit naar een event kon gaan. Nou jongens, dat heb ik niet gedaan, dus ik heb echt een doodnormale outfit aan en ik heb maar een haarklipje in gedaan. Dat vond ik wel schattig, maar ik heb absoluut geen leuke outfit aan. Ik ben wel lekker op tijd. Ik heb nog getankt en ik heb nog een koffietje gehaald voor mezelf, dus lekker rustig wakker worden. Ik ongeveer 3 kwartier rijden. Dat vind ik echt totaal niet erg, want ik vind autorijden echt heel erg relaxed. Ik vind het echt gewoon even een momentje voor mezelf. Dus ik heb echt lekker 45 minuten alleen maar voor mezelf. Ik ga lekker muziek luisteren, ik ga lekker video's kijken. Gewoon even chillen voordat ik daar aankom. Ja, trouwens, het is echt de eerste keer voor mij dat ik echt alleen naar een event ga. En ik ben echt trots op mezelf, want ik doe het echt nooit. Altijd gaat er wel iemand met me mee of spreek ik met iemand af of wat dan ook. Want ik het gewoon een beetje eng vind om daar alleen aan te komen. Maar ik heb gewoon voor mezelf besloten dat ik het niet meer ga doen. En ik gewoon lekker alleen overal naartoe ga. En ik hoef niet per se altijd iemand mee. Tuurlijk is het wel eens gezellig om iemand mee te nemen. Maar het hoeft niet. En dat vind ik gewoon echt heel erg chill. Gewoon dat ik gewoon ook alleen naar dingen kan gaan. Er komen nog zoveel events aan. Er komen nog zoveel dingen aan die ik ook allemaal alleen zou moeten doen. En ja, dat is een beetje mijn goal ook dit jaar. Een van mijn goals. Gewoon een beetje alles alleen ook kunnen doen. Dat vind ik een heel erg fijn gevoel. Ik haat Amsterdam echt. Man, man, man. Heet het rondjes rijden. Nu ben ik eindelijk bij een parkeergarage bij de Hallen. En daar moest ik zijn. Waar moet ik parkeren nu? Nou ja. Jongens, ik sta hier voor het geval ik het vergeet. Nummertje 5. Oh nou, ik ben echt zo slecht in dit. Ik loop hier dus al een tijdje rond. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Heel apart. Dan vraag ik het een beetje aan de mensen hier, die hier vandaan komen. Maar die kunnen het ook niet vinden. De Canarieclub. Even kijken. Kijk hoe schattig dit is. Ik kan dus gewoon van die minis winnen hier. Dan moet je zo'n muntje erin doen. Maar ik heb net al verloren. Maar goed, ik ga het nog een keer proberen. Kijk. Voor de vakantie, jongens. Wat hij eigenlijk doet, het is de meest kofferende concealer die we nu hebben. Ja. Hij heeft een speciale applicatie. Dat is de eerste liquid die we ook hebben van Benefit. En we hebben nu 12 verschillende kleuren. Wat we eigenlijk willen bereiken is no cakeless. Schattig dit, jongens. Ik zit hier nu op een plekje. Ik heb een maatje gevonden. En wij zitten een beetje make-up uit te proberen. Ik ben net klaar bij het event. Was gezellig. Ik heb Shema gezien. Andere meiden die ik voor het eerst heb ontmoet. Super gezellig. Ik heb een goodie bag mee. En ik heb van die minis gescoord. Ik kon zo binnenkomen en dan kon je van die minis gelijk winnen. Dus ik en Shema hebben er best wel een paar gewonnen. En ik ben er echt heel erg blij mee. Het was super handig voor op reis. Voor je handbagage. Dus ja, happy. Het is nu rond 1 uur en ik ga weer richting huis. Ik heb straks een afspraak in Rotterdam. En ik wil gewoon lekker ruim op tijd zijn. Dat ik niet hoef te haasten. Zodat ik niet in de file terecht kom. Want op de heenweg was het al aardig druk in Amsterdam. Oké, in Amsterdam is echt altijd super druk. Ik had echt super warm gekregen. Dus ik heb mijn jasje maar uitgedaan. Oeh, ik heb de airco wel uitgedaan. Want ik wil echt niet ziek worden. Ik word altijd ziek door de airco. En ik heb eigenlijk echt trek, want ze hadden daar dus alleen maar cupcakes en drinken. En ik kon eigenlijk alleen maar water drinken en geen cupcakes eten. Dus ik heb echt heel veel trek. En ik weigerde gewoon om gewoon suiker naar binnen te werken. Vooral in de ochtend niet. Dus ik ga even kijken.
twijfel bij tankstations, maar goed. Oh, even gestopt bij de tank. En ik heb hier een yoghurt gehaald met alleen bramen erin. Ik ben hier zo blij mee. Lekker. Heerlijk. Oh, ik ben net thuis. Ik ben echt blij dat ik op tijd thuis ben. Want ik kan nog even lekker een uurtje thuis zitten. En straks heb ik dus een afspraak bij de huisarts. En daarna moet ik bloed prikken. Dus dan kan ik nog even lekker een uurtje hier zitten. Ik ga even mijn goodie bag unpacken met jullie. Ik ga het even zo doen. Ik heb er een leuk kaartje bij gekregen. Toilettasje, super handig voor op reis. Oké, als eerst de concealers. Want daar ging het eigenlijk om bij dit event. Het ging om de lancering van de nieuwe concealer. En dat is deze. Deze concealer heet de Cakeless Concealer. Ik heb hem uitgeprobeerd in nummer 4. Die heb ik nou ook op. En hij is echt super goed. Ik ga hem straks voor jullie uitproberen. Maar je krijgt hier dus geen cakey effect mee. Eigenlijk was nummertje 4 te licht voor mij. En deze is eigenlijk goed. Maar ik hou eigenlijk van een iets lichtere concealer. Dus toen ben ik voor nummer 4 gegaan. En heb ik nog 5 meegekregen. Als ik op vakantie ga, dan heb ik waarschijnlijk een nummertje 5. Maar ik ben hier heel blij mee. Concealer even uitgepakt. Dan zie je niet hoe het eruit ziet. Maar kijk één keer hoe cute. Het is in de vorm van een potlood. Zo cute. Dan heb ik nog een beauty blender. Super handig. Echt lang niet gebruikt. Dan heb ik hier nog de Porefessional. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar deze is echt zo chill. En het leuke hieraan is, ik heb hem dus in de normale formaat. Maar ik heb hem dus ook gescoord in de mini formaat voor op vakantie. Ben je echt zo blij mee. En dan heb ik nog deze in de mini formaat, de Gimme Brow. Super handig. En ik heb zelfs nog een mini gescoord van de mascara. Hoe handig is dit? Kan ik gewoon lekker meenemen op mijn vakantie. Zo chill. Thanks to Shema. Oh, het is zo lekker. Kijk, ik stop even. Dan kijk ze van, bitch, ga je nog verder of wat? Ik ben inmiddels met Nassim. Dan mag je wel wat vrolijker zeggen hoor. Ik ben inmiddels met Nassim. Beetje vrolijker. Nassim heeft zo'n fotoshoot en hij wou dat ik meeging. Dus ik ga mee. Ik ben naar de kapper geweest, wat vind je ervan? Mooi. Fresh. Fresh boy. Ja, dat een beetje. Ik ben echt moe, ik kan zo in slaap vallen. Weet je hoe laat wij zijn opgestaan? Hij ging om 2 uur slapen, je was om 8 uur al bezig met dingen. Nou, ik ga helemaal stuk. Nassim is aangekomen bij zijn fotoshoot locatie. Vind je het spannend? Voor mijn pasfoto's. Ik ga stuk. Nassim is aan het omkleden, zijn eerste outfit. Dus dat ik zijn ballen ging wegwerken, komt mij dat even goed uit. Ik heb nummer 5 maar meegenomen. En het was best wel goed bij Nassim. En ik heb mijn nieuwe beauty blender mee. Super, make-up artist. Net Nassim een beetje opgemaakt, maar ik had heel veel opgedaan. Het zat te veel op mijn gezicht gedaan. Dus ik moest het echt de hele tijd wegwerken. Maar volgens mij is het nu best wel oké. Okay. Hoe heet die? Nou, outfit 1. Toch made by Mariama. Voor de tweede outfit, Ness. Ik lijk op een citroen, man. Laat maar zien. Laat me even zien of dit werkt. Ik weet het nog niet. Ja, wacht. Je moet die elleboog openzetten. Daarom toch. Zet dus die elleboog bij. Hij creëert wel diepte. Citroentje van me. Is gewoon hard toch dit? Ja. Kan wel. Hier, je wou niet weten. Gewoon een beetje grappig zijn. De derde outfit. Ik vind dit zo volwassen eruit zien. Het is wel volwassen, ja. Is die zondag. Volwassen maar hip, ik ben gewoon fit. Ik ben ready voor kindjes. Zeg eerlijk, dit is die white man. Papa. Klaar met de shoot en wij gaan nu lekker eten en Nessie wil eigenlijk heel graag sushi eten. Heel graag en ik ook, maar we hebben het geskipt en we gaan gewoon weer ontslagen met vlees eten. Ik ben kapot, ik ben gestopt, ik heb ik gewoon even een dutje doen. Mijn hoofd, ik ben toch echt zo moe, maar wij zijn nu bij de Jumbo.
om een paar dingen in te kopen. En we waren net bij de yoghurt. Geloven, ik moest Griekse yoghurt hebben. En zo'n vrouw was aan het bellen. Hier heb ik echt zin in. En zo'n vrouw was aan het bellen. En ze zei aan de telefoon, die gaat parten volgens mij. Ik heb Turkse yoghurt. Nee, er is hier alleen maar Turkse yoghurt. Toen zei ik, dat is de beste yoghurt. Ging niet gewoon terug. En toen ging ze me negeren. Waarom bemoei jij je mee? Almeer, ik wil het allemaal. Sam en ik waren dus op de bank gaan liggen. En echt super dom. Maar hij is inderdaad in slaap gevallen. Hoe laat is het nu, Nes? 11:15. Het is nu 11:15. Ik wist het. Ik moet het echt absoluut niet doen. Want ik val gewoon echt in slaap. En dan ben ik super chagrijnig. Want ik wil gewoon niet wakker worden. En hoe moet ik straks slapen? Huh? Niet op tijd. Hoe moet ik straks slapen dan? Oké, jongens, het is nu 4:00 en ik ga nu weer naar bed. Ik heb even een beetje series gekeken en is een uurtje geleden naar bed gegaan. Maar ik had dus helemaal geen slaap meer. En ik dacht, ik blijf nog even op en daarna ga ik gewoon lekker weer slapen. En dat is wat ik eigenlijk nu heb gedaan. Ik ga nu naar bed.